en dat deze een mooie lijn heeft op zich. Ja, dit zal een vijfdeurs zijn. Misschien een vijfdeurs coupé, like de CLS van Mercedes. Het is een Berlijnen eigenlijk, maar een beetje een coupé allure. En dat vind ik daar eigenlijk wel knap aan eigenlijk. Rechts. Ja, ik denk het wel. Ronde vormen. Het heeft van Mercedes trekjes, links en rechts, dat ik zie. Ik denk eerder in de richting van een Ford. Laten we zeggen dat ik mij bij de Duitse merken hou. Ik vermoed Volkswagen Passat. Dus je mocht uw auto vandaag laten staan en in deze meenemen. Zou dat doen of niet? Goh. Ja, waarschijnlijk wel. Eén ja. Dus nu gaan jullie zien waar jullie eigenlijk in gezeten hebben. Wagen rijdt heel strak. De afwerking is dicht aan bij de premium merken. Supersportief op de weg, dus ik vond dat een heel aangename verrassing. Ja. Qua vormgeving, qua stijl, het is iets meer avant-gardistisch dan de gekende oudere merken. Ik had absoluut Peugeot niet verwacht. Ik had, richting Duits merk. Hey, het komt goed tot zijn recht. Maar het zeker benoemd worden als een premium wagen. Dashboard en zo, de zithouding, de zetels, is zeker mooi afgewerkt. Prijskwaliteit denk ik dat hij zeker zijn plaats verdient bij de grote merken.